Ik ga heel even vragen of dat hij iets er tegenaan zet, zodat ik goed kan zien welke kamer van hem is. Maar ik kijk op zijn kamer. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? In het Daniel den Hoed familiehuis ben je nu heel dicht bij familieleden die in het ziekenhuis liggen. 3 jaar geleden verhuisde de Daniel den Hoed kliniek al vanuit Rotterdam-Zuid naar het Erasmus MC. En nu verhuist ook het familiehuis voor familieleden van kankerpatiënten die voor hun behandeling in het ziekenhuis liggen. Vlakbij het Erasmus MC complex ontvangt het familiehuis de eerste gast op de nieuwe locatie. Dan moet ik even kijken, nummer 95. Het is nog even zoeken voor Francine uit Tilburg. Oh, wacht even, kamers 91 tot 94. Die kan niet zo heel. Francine bezoekt elke dag haar partner in het Erasmus MC. Ik ga er 's morgens om 10 uur naartoe en ik ga om 9 uur weer naar huis. Ja, naar het familiehuis. Maar ik noem het altijd vrienden en familie al. Ik ga naar huis. Mijn partner ligt hier. Ja. Die heeft Hodgkin en die heeft een donorstamceltransplantatie gehad. Nu is het afwachten, dus we hebben goede hoop. In het nieuwe familiehuis kunnen niet 13, maar 30 gasten verblijven. Ze hebben de mogelijkheid om zelf te koken. Ze hebben een eigen koelkast. Er kan samen worden gegeten of je kunt je terugtrekken in de woonkamer of de stiltekamer. Er kan ook gesport worden en er is een wasruimte. Dus kan ik tussendoor even een wasje draaien hier en het weer in de droger en weer terug. Francine is super blij met het nieuwe familiehuis. Ja, nou, dit is gewoon een suite. Dit is nog niet eens een gewone kamer. Ja, het is gewoon, ik vind het eigenlijk overweldigend. Ik vind het zo mooi dat ze dit hebben gerealiseerd, echt. Je wilt er eigenlijk niet zijn. Je wilt eigenlijk gewoon thuis zijn. Maar als je dan toch ergens moet verblijven, ja, dan is het wel een hele mooie plek om te zijn. Het beste van het familiehuis is wel dat je zo dicht bij je familie bent. En het mooie is ook gewoon, als ik nu uit het raam kijk, dat ik gewoon recht op zijn kamer kijk. Dus dat is wel, daar word ik wel emotioneel. Ja, dat is mooi. Ja.